allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Vlogmas Figo. Nou, Figo die zit weer lekker klaar voor school. Ja. Hoppatee. En het is weer donderdag. Nou ja, ik bedoelde eigenlijk vies weer buiten. Oh. Ik dacht donderdag. Ja, het is ook donderdag, dat klopt. Zeker. En ik hou van donderdag, want dan nog één dagje naar school en dan hebben we weekend! Yeah. En donderdag is altijd een leuke dag. Ja. Gaat dat snel voorbij, hè? En ondanks dat het een lange dag is. Toch? Ja. Ja, en dan vanavond een free run. Oh. Oh, wat doe je? Beetje muggenbult. Oh. Ja, Figo die heeft ineens heel stuk veel of muggenbult. 8 muggenbulten. Hier een muggenbult, hier een muggenbult, hier een muggenbult, hier. Bij me ook zo een muggenbult, hier een muggenbult. Hij dus weer boodschappendag. Ja. Ja, dus, maar dat maakt niet uit. Want, en voor mij hamkaasdag. Oh, jij wil een hamkaasschatje? Ja. Dat wou ik nou eigenlijk net vragen wat jij voor de lunch wil. Tja, als dat ook boodschappen doen, dan kunnen we net zo goed andere dingetjes halen voor de lunch. Dus een hamkaasschatje voor jou. 1, 2. 2. Iets anders erbij. Nee, nou, dat is mooi. En ik weet nog niet wat ik wil. Ik heb altijd of zin in een broodje filet americain of een sausijsje. Of... Ik ga eens even kijken op mijn gebak. Toch? Dus dat. En dan vanavond free run voor jou. En dan eten we altijd bij opa en oma met de free run. Morgen heb jij jouw 9-jarige vaccinatie. Maar ik ben 8 jaar. Jij bent 8 jaar, ja. Maar iedereen die in dit jaar 9 wordt, die krijgt als het goed is morgen een vaccinatie. Ik weet niet of dat voor heel Nederland geldt, maar volgens mij voor heel onze... Ja, als het goed is wel. Ja, die ook. Dus dat. Ik ga het, jouw spullen bij elkaar rapen. Want het is alweer tijd om naar school te gaan. Wel? Ja. Waar? Twee om mijn ringvinger. Oh. Deze had ik. Deze had ik. Ja. En nu. Nou, deze. Baby! Tot zo! Hoi, Bab! Nou, oh, het is wel heel erg donker hier. In ieder geval, Figo die zit op school en ik ga boodschappen doen. Als het goed is, komt mijn moeder zo hierheen. Ik ga het met ons maar boodschapjes doen. En dan hebben we die weer in huis. Nou, de boodschappen zijn ingepakt en nu is het weer tijd om Figo te halen op school. Tenminste, halen. Ik loop hem tegemoet. Hij komt daar ondertussen hierheen gelopen. En dan gaan we lekker lunchen. Nou, Figo'tjes weer terug. Ja. Mevrouwtjes weer aan het schooien. Figo heeft zijn kaaskroissantjes. Ja. Volgens mij moet ik aan de kant, want volgens mij wil Figo even de tv aanzetten. Ja, En jouw haar zit lekker wild. Hoe komt het? Gym. Had je gegymd? Oh ja, tuurlijk, de. Ja, dan, want het is ook een beetje nat inderdaad. Heb je zo gezweet? Hoe was het? Wat moest je doen dan? Ik moest heel hard rennen voor 3 op de rij.
Ah, oh, dus jullie hebben allemaal spelletjes gedaan? Ja, 3. Ah, gelukkig was ik met Remy. Damme, wat is dat? Mag dat? Dat mag niet, hè? Dit mag niet op de bank, hè, mevrouw? Nee. Volgens mij is het lekker daar. Waar is die andere? Toei de poei de doei! Oh, daar! Is toch gewoon achter het schootje? Toei de poei de doei! Lekker ding! Dus denk ik, boeien. En Sky denkt, oh, waar blijft mijn koekje? Maar die krijg jij niet. Nee. Nee. Je bent zo knap. Je bent zo knap. Figo die gaat zo dadelijk weer naar school toe. Die is nog heel eventjes een spiegelbol aan het kijken. Dat zijn ook wel redelijk zijn favoriete YouTubers. Dan ga ik even naar de action. Daar kom ik eigenlijk nooit, dus... Ja, ik ben er zondag nog geweest. Maar waar uit? Ik moet eventjes een kan hebben. Waar ik dan drinken in kan doen voor die kids. Want elke keer komen ze hier drinken halen. Superleuk. Alleen dan sta ik het vrij moeilijk te doen. Het in de keuken in te schenken. En dan mee te nemen naar de deur. Vervolgens 3 keer op en neer te moeten lopen. Omdat ik maar 2 of 3 bekers in mijn handen kan houden. Dus ik dacht, als ik nou een kan heb, dan kan ik daar het drinken doen. Dan kan ik het gewoon ter plekke inschenken voor de kids. En als ze dan nog meer dorst hebben, kan ik het bijschenken. Bedacht ik me even ter plekke toen ik boodschap aan het doen was. Plus, ik moet even bakjes hebben waar ik wat chipjes altijd in kan doen voor de kids. Ik heb wat snoepjes nodig nog voor de kinderen. Kom bij de Aldi en de Albert. Ja, Albert, daar betaal je vaak bijna 16. Maar de Aldi hadden ze niet van die kleine uitdeelzakjes. Die wil ik namelijk wel hebben. En het enige wat ik namelijk nog heb is lollies. Ja, dat is niet handig als ze al buiten spelen zijn. En, moest ik dan weer... Oh ja, ik zag zo'n sieradenrekje van de week, toen ik bij de extra was. Toen dacht ik van ja, ik heb een hele mooie grote sieradenkast op de slaapkamer. Alleen, er liggen wat sieraden los in de badkamer die ik redelijk vaak gebruik. Dus ik dacht, dat is niet handig als ik die dan in de kastje doe. Dan moet ik een keer als ik s'ochtends naar werk moet en zo, moet ik een partij moeilijk lopen doen. Dus ik dacht... Laat ik een rekje kopen, want het ligt nou allemaal los. Dus als ik dan aan voetsen ben, dan sta ik een partij moeilijk te doen om al die spullen eraf te halen. Ik denk, als ik nou een rekje heb, hoef ik alleen het rekje zo en weer terug te zetten. Dat was ook even een slimme ingeving voor mij. En ja, ik weet niet wat ik verder nodig had. Even kijken, misschien voor de vakantie nog iets. Maar dan moet ik even direct kijken. Dus ik ga direct ook nog heel even naar de action. Ik weet al wat papa zegt. Ik hoor het hem al zeggen. Als hij deze vlog ziet. Nou, we hebben terug van de Artikel. Oh, en de vibraaf was toch nog even geweest en die zit er tegenover. Kijk! Ik heb een tijdje gekocht als een vaas. Die past bij mijn lamp, mijn tafellamp. Oh, mijn leeuw zit hem alweer aankomen. Kijk! Ze hadden een nieuwe tussen. Ik weet niet of die nieuw is. Kunnen jullie het zien? Het is wel een beetje donker, of niet? Ik zal het nog opkomen. Zo. Nou, dat helpt veel. Maar in ieder geval, de nieuwe Chupa Chups Bubblegum. Voor ons nieuw. En Fino vindt het altijd helemaal leuk om nieuwe drankjes en nieuw snoep uit te testen. Nieuw eten niet, dat vindt hij niet gaaf. Wat dat betreft is Fino wat een boonie kende, eet hij niet. Kijk, pakjes. En ik hou ervan als het in de vaat kan. Daar kan het. Kijk, wat kan chipjes in doen als kindje komen spelen. Nieuwe tandendinges, cocktailpakketjes, die had ik nodig, dat had er maar een paar. En dan hebben we dat ding, wat ik bedoelde, die sieradengeval. Of in de badkamer, ze hadden een zwart en dit. Maar ik heb een zwart kastje bij je op moet, dus ik dacht, dat doen we goud. En deze. En deze. En deze. Want, vond ik, is het voor ons... Koningsspelen en Leon die gaat op school helpen met de koningsspelen. Dus ik dacht, het was leuk voor die twee mannen om dat te doen. En de snoepjes voor de gasten als ze komen spelen. Dus ja, dat. Er is wel iets gigantisch aan het uitvallen hier. Wat is dat, dit? Dit is oranje, dus ja, godverdamme. Daarom deed ik dat ook weer nooit kopen, zo was het ja. Ja. Ik heb namelijk ooit eens een keer tijdens het EK, WK met ons pop 50, hebben we een keiknal oranje feestje gegeven. En toen was ook
Er zat ook alles onder. Ook met die boa's en zo. Dus dat. Maar waar ik eigenlijk voor ging, die kan waar je de oranje of drinken iets in kan doen, die hadden ze niet. Dus dat is wel heel jammer. Maar toen bedacht ik, ik kan het ook gewoon in de fles stoppen en in de koelkast zetten. Net zo makkelijk. Nou, bekers had ik al. Volgens mij heb ik het. Even checken op mijn phone. Kan oranje, komt chips, soep, kids, sieraderik, ik heb het. Dan ga ik dan morgen. Ga ik die vaas even maken, want kijk, deze. Ik vind daar niet zo mooi, die vaas erin. Dus toen dacht ik van, nou, dan is die wel heel leuk. Kijk, dat is de lamp die ik bedoelde. Ik heb ook het wit. En ze hadden me. Nou, weer een mega lange tijd verder en ik heb weer lekker tegenlicht. En papa is inmiddels ook weer thuis. En Figo die is hier geweest te spelen met een vriendje. Ja. Ja, en die zit nu heel even te chillen op zijn Nintendo. Hij heeft zijn freerun kleertjes al aan. Dus ze gaan nu naar oma. We gaan naar oma toe. Oma. En opa. Ja, ergens de oma. En dan gaan wij lekker vissen. Figo gaat alvast eten. En daarna de vrienden. En dan eten wij ook lekker bij open doen. We gaan, kom. Het is al de tweede keer dat je verliest. Ja. Ja. Dag papa. Papa! Daar loopt Leon. Papa. Met dat steltje, hè? Ja, met de hond van de oma. En opa. Ja. En die kan niet zo hard lopen. Omdat de mops is. Dus die... Ik heb bijna eentje dood. Ja, en het miezigt weer. Het zal heel dag droog zijn en het is de hele dag al aan het miezeren. Dus je, hè? Regenen. Hey, was je helemaal mijn lieve schat? Ja. Terug van de vrieren en? IJsje. IJsje, want we zijn weer bij? Oma. En dan word je? Gewend. Nou, opa, oma, tot van de week. Joe, doei. Doei. Nou, hé. Wij zijn goed bezig. Hé, Pico. Wat zijn er allemaal te doen, joh? Je hebt gewoon je erp in de tas zitten, hoor. Ja, in de kastjes hangt handdoek. Nee. Kijk, dat is typisch mannen. Die roepen veel te snel, zonder eerst te kijken. Nee, jij mag vanzelf! Oh. Maar... Gaan we plassen. Ik ga even voor de vlog afsluiten. Ik ga de vlog van vandaag afsluiten. Ja. En? Ja. Dus vonden jullie deze vlog wel leuk? Doe dan even de duimpjes en laag! Oké, niet houden. Nee, wat zou ik even zijn als jullie dat doen? En als jullie het ook willen blijven van onze nieuwste vlogs, druk dan even op het belletje hieronder. En dan zien we jullie in de volgende vlog. Houdoe!